Wil je een foto maken? Ja, natuurlijk. Nee, oh, ga jij maar even kijken. Corona? Ja, ja, dat is wat ik had zo. Welkom bij weer een nieuwe video van DopeCash. Mijn naam is Robin. En als ik hem open, dat betekent dat meestal dat er een vlogje aan zit te komen. Wat gaan we vandaag doen, Benny? We gaan een hele leuke video maken, sowieso. We gaan allereerst weer even langs bij onze vrienden van Mercedes-Benz dealerbedrijf Den Haag. Want die hebben weer een heel dik apparaat voor ons klaarstaan voor vandaag. We gaan richting Amsterdam. We gaan even een bakje koffie drinken bij onze partner Coinmerce. En we gaan een leuke verrassing ophalen. Dus ja, we gaan lekker rijden. En we nemen jullie vandaag weer mee in de dag. Let's go! Zo, ja, aangekomen. Zondag, dagje. Het is mooi lekker weer. Ik heb een cabriootje meegemaakt. Ik denk het niet. Ik denk dat het iets anders wordt. Ik weet het al, maar het is weer leuk speelgoed. Komt goed. Het is weer next level. Next level. Nice. Nou, even kijken. Gaan even kijken. Nee. Oh, een beetje tegen dat je niet even groot hebt gewoon even. Mooi jongen. Hoe is het? Ja, goed. Hoe is het? Ja, goed met jou? Ja, rustig, rustig. Lekker, lekker. Ik heb hier nog even lekker gewassen. Ja, je hebt nog een beetje diesel in gegooid. Hij is wel opgeknapt, hè? Wat zeg je? Hij zat vorige week in elkaar nog. Ja. Hebben we snel gedaan, hè? Zonde, hè? Kijk eens, ik zie al wat. Ja, Christy klaagde vorige keer volgens mij dat hij die GLE wat te klein vond. Ja, ik heb hem een maatje groter gedaan voor je. Ja, dit is een tank, zei hij. Ja, deze vindt hij niet te klein, denk ik hoor. Hier kan hij met het hele gezin, maar ik zeg, Chris heeft geen kinderen. Nee. Nou, top. Hier heeft hij wel lekker de ruimte, toch? Ja, klasse, ook. Dus, hier kunnen we wel lekker een dagje mee vertoeven. Klasse. Alsjeblieft. Top, thanks. Nou, de tank is binnen wel een apparaat, zeg ik. Ja, god, zou ik maar zeggen. Zeker een tank. Ja, maar je hebt de A-klasses, dan heb je de GLA, je hebt de GLC, de GLE, en dit is de GLS. En ja, een grotere tank is er niet. Dus, ik denk dat dit een van de grootste is, ja. Ik ben benieuwd wat Chris ervan gaat vinden. We gaan vandaag lekker een stukje rijden. We gaan even naar Coinmerce, wat ik al zei, eventjes wat leuks ophalen in Amsterdam. En dan hebben we weer lekker vervoertje bij. Nou, laten we naar Chris gaan. Yes. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Yes, let's go. Zo jongens, zijn in de studio aangekomen. Hey. Kijk wat je ervan vindt. Ja. Goedemorgen. Ik zit al de hele tijd te wachten hier. Hoe is het? Ik ben altijd op tijd. Hoe is het? Ja. We hebben een smartje meegekeken vandaag. Een klein autootje. Ja, dat zal wel zeker tegenovergesteld zijn. Wat een tank die zit, zeg. Ja, we gaan zo lekker tuffen, maar ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Wil je drinken mee van me? Ja. Oké, okay, let's go. Even kijken. Kijk, de neus alleen maar. Jongens, jongens. Is goed, hè? Dit is gewoon, dit is een tractor, joh. Dit is een tractor, ja. Zep. Niet normaal, van een apparaat, hè? Vind je ervan, Chris? Mooi, hè? Ja, even serieus. En dit rijdt, Chris? Dit is echt een tank, gewoon. Het rijdt is echt een tank. Super lekker. Super nice. Ja,
Kijk wat een ruimte. Niet normaal, hè? Ik heb wel een paar lekken kwijt. Zo. Oh. Welkom in de tank. Mijn apparaat, hè? Welkom in de tank. Jij hebt mijn sleutel, hè? Ja. Vind je ervan? Ja, lekker ruim. Ja, maar ja, je hebt geen... Kel zegt, hij vond je andere toch te klein. Hij zegt, dan heb ik even wat anders voor hem geregeld. Maar dit is wel iets te groot, denk ik, voor jou. Voor jou is dit te groot, denk ik. Kijk naar achter dan, joh. Niet normaal. Oké, ik ga eerst eventjes deze. Dan denk je, oké, je houdt de auto nog op en dan komt er nog een stuk auto achter. Niet normaal. En nee, dit is, daar zit een schuifje. Oh, in. Zo, kijk, hier. Ik heb niet een mok, een keer gewoon een... Een pul bier. Ja, weet je. Een pulletje, kijk, kan je erin kwijt. Dat vind ik wel, wel fijn, hoor. Lekker berg aan. Nee, dit is een tank, jongen. Dit is niet normaal. Kijk, die neus ook, hè. Oh ja. Handig dit. Kan ik hier doen? Ja, je voelt wel dat er een grote motor in ligt. Dit is even andere koek inderdaad dan die andere. Die had een iets mindere motor en natuurlijk in combinatie met de hybride was dat wel fijn. Ja. Maar dit lijkt wel een Dodge Ram als je gas geeft, joh. Dan zit er geluid in. Maar het is, het is even wat anders. Maar het is wel nice, toch? Mooi. Ook een lift systeem. Ja, dus je kan hem omhoog, omlaag. Als je hem omlaag doet, wordt het een supercar. En omhoog wordt het... Nee. Maar het is, het is wel leuk. Ik vind het sowieso wel tof dat we af en toe even wat leuks mee kunnen nemen. Dat is toch leuk gewoon eventjes. Als je gek bent op auto's, is het leuk even om in dit soort spul te rijden. Dat is gewoon gaaf. Dat is gewoon kikkie. Maar wat is dit dan? Oh, dat heb ik ook. Augmented reality. Dat geeft hij aan op beeld waar je de afslag moet pakken en zo. Beter. Tenminste, beter handig. Ook bij de stoplichten laat hij het stoplicht zien als je voor het stoplicht staat. Nou, we gaan naar Amsterdam. Amsterdam, ja, even op de koffie bij CoinMus. Even kijken hoe het is bij Nick op kantoor. We zijn er een tijdje niet geweest, dus eventjes onze neus laten zien daar zo. En dan gaan we een verrassing ophalen in Amsterdam. Ik ben benieuwd. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Ja, dat is zeker leuk. Ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd. Maar wat is het eigenlijk voor dit nou? Het is een GLS. Nou ja, zoals je weet zelf, ze hebben het opgedeeld in de A-klasse, de C-klasse, ja, ja. De E-klasse, de S-klasse. Nou, de S is natuurlijk de grootste en dat is bij deze ook de GLS. Wat denk je dat het kost? Grapje. Wat denk je dat dit kost? Ik denk dat je minstens 1,5 ton. Zit dat in de buurt? Ja, 162.000 euro. Ja. Nieuw prijs. Maar dan hebben we wel een tank. Dan heb je wel een tank. Dan heb je een tank van 2400 kilo met 330 pk. Nou, dan heb je op zich voor zo'n boot is dat wel. Het is echt een boot gewoon. Dit is, je kan er gewoon met 7 personen in zitten. Ja, dit is ook echt wel gewoon een gezinsding, denk ik. Ik denk dat hij ook een aardig trekgewicht heeft. Ja, daar zijn dit soort auto's voor gemaakt, hè. 3500 kilo volgens mij. Echt een tractor gewoon. 3500 kilo trekgewicht. Ja. Nou, dan kun je een aardig paardje mee trekken. Maar ik vind het leuk speelgoed. Maar dat zeg ik, dan moet je wel daar ook echt wat aan hebben. Hè. Dan moet je een berg kinderen hebben en weet ik wat, anders heb je er gewoon niet zoveel aan. Dan zit je gewoon hier helemaal in je eentje eenzaam een beetje te wezen. Echo. Maar ja, het is allemaal gewoon wel mooi afgewerkt en zo. Zeker, met een mooi schuifdakje ook en zo. Mooi glazen dak. Leuk speelgoedje. Zo. Daar zijn we. Daar zijn we. Bij het hoofdkwartier van CoinMus. Als het goed is, ja. Zit verkeerd. De laatste keer dat we met hun af hebben gesproken, hoe hoog stond de Bitcoin toen? 10k of zo? Nee. Ja. Oh. Nou, loop maar gewoon, jongens. Thank you.
Nou, dan ga ik gelijk even naar de zee. Hier. Kom je maar eens. Voor wel? Dan werk ik door te heen. Ja, zeker. Morgen! Kom verder! Ja, Christus even naar de wc. Wat doen ze? Lekker met jou. Ja, we. Mooi, kijk, klikjes hoor. Ja, dan. Dus een beetje stop. Ja, nee, ik moet even kijken waar ik die auto blijf. Nee, veiligheid voor me. Timmy. Ja. Christus naar boven! Dit is allemaal in. Hartstikke goed. Je bent de hele dag gevlogen? Ja, we zijn gewoon lekker op pas vanuit. Ik moet van Amsterdam bouwen. Ik heb jullie eigenlijk ja, ze gooien hier daar door een nummer schilderij gekregen en dit komen op een eventueel woord aan ons geven. Lachen. Dus ja, dan gaan we ook dadelijk voor langs even kijken wat elkaar doen. En hier even een bakje doen en dan zijn we even pad. Want het is echt het is zo gekund. Ja, nu bij het houden. Het is echt geen tijd voor hem, niks. Wil je wachten, Chris? Ja, hij is er. Hallo, kom nou zo. Hoe is het gaan? Yes. Hier? Ja. Ik ben aan het filmen. Ja, hé. Hoe is het? Alles goed? Ja, goed, ja. Ja, lekker. Wat wil ik? Hier zit het dan? Hallo. Hoe zit het? Lekker, lekker. Schoen. Morgen. Hallo, George. William. Rosjana, die is bij ons gekomen 4 juli nog. En die kwam 4 juli kanaal bij ons. Ja, mooi, mooi, ja, mooi. Ja, ik zag dat je wat factuur eruit staan en zo via Instagram. Ja, klopt. En hier zitten de developers. Hoi, Chris, Benny en Robin voor het KMO-werk. Ja, nou, het is een leuk plekje zo, man. Ja, lekker toch? Ja, zeker. Hoi, boys. Leuk. Nee. Goed, Luc? Goed, ja. Jullie? Ja, zeker. Hoi. Ja. Hoe is het? Goed. Jou ook? Ja, goed. Ja? Goed, ja. Hey, leuk zo. Hoi. Lekker bedrijf. Hoi. Lekker druk. Robin. Ja, toch? Leuk. Zullen we vandaag zitten? Ja, toch. Ja. Doen we. Jullie vakken in de tanden? Graag. Was leuk. Yes. Ja, zeker. Lachen. Ja, we hopen dat we binnenkort bij Frank kunnen eten, niet? Want trakteren wij, maar ja... Nee, we gaan weer naar die tent toe. Volgens die komt thuis en zo. Daarvan kende ik hem. Ja? Oké. Okay. Die kwam bij die tent waar wij gingen eten. Ja, dan gaan we daar weer. Ging lekker opnames maken. Dat was perfect. Dat was lachen. Wat zei je nou toen? Zeg maar Lum. Hoe noem jij het nou? Proefrijtje. Zo, nou, dat was top. Dat is echt lekker. Ja, goed. Ja, dat is echt lekker. Als dat weer kan, gaan we het zeker nog doen. Top. Ja, de twee vergaderzaaltjes is lekker zo. Ja, lekker. Gasten. Nu. En we gaan ook, hè. Ja, dat werkt hè. Jo. Ja, top. Zo. Lekker bakkie koffie gedaan. Het is toch altijd wel even gezellig. Ik vind dit soort dingen... Dit mis je, hè. Dit soort dingetjes. Ja. Dit, even kijk, erop uit gaan. Even inderdaad erop uit en even ergens een bakje doen. Even ergens langs, even een babbeltje maken. Het zijn toch dingetjes die je maar hebt, het gaat juist om het persoonlijke contact. Weet je, je kan dit wel over een Zoom-meeting doen of zo. Ja, maar dat voelt toch anders? Nee. Er zit dan geen gevoel bij of zo, weet je. En dit, ik vind het altijd leuk om even eruit te gaan. Maar ja. Nou goed, Coimers is nog steeds... prima partner, denk ik. Ik denk dat het juist voor de community leuk is. Waar, je weet zelf, we gaan met niemand in zee in principe. Maar voor de community is het gewoon leuk dat je dit dat je een kort lijntje hebt met een broker. Vind ik belangrijk. Ja. Dus nice. Dat houden we op die manier wel in stand. Goed, waar gaan we nu heen? Amsterdam. Amsterdam. Want wij hebben een heel leuk cadeautje gekregen. En dan ga je dadelijk zien wat dat precies is. Maar ik vind dat wel tof, dat soort dingen altijd. Dus dat gaan we nu even ophalen richting Amsterdam. Aangekomen in Amsterdam. Wat een stad, hè? Alles is hier zo. Als je met zo'n auto hier rijdt, jongen, nee, alles is joh. Klein, alles nee, is... Ja, het was bijna niet te doen, maar we hebben gelukkig een parkeerplekje kunnen vinden. Ja, na een half uur rijden of zo. Het past allemaal maar net. Maar goed, we gaan even kijken waar we moeten zijn en kijken wat onze verrassing is. Yes. Dat is wel een tientje, hè? Puur. Tientje puur, denk je? Tuurlijk. Zou jij hier willen wonen? 7,50 voor. Is het uur genoeg? Of ik hier zou willen wonen? Nee. Jij wel? Nee, van mijn leven niet. Nee, wat een ellende is het hier, zeg. Het is echt niet normaal. Echt niet normaal. Kwart voor drie, ja, is toch zat? Ja, wel. 10 euro is dat. Moet ik een foto's maken? Ja, natuurlijk. Nee, oh, ga jij maar even corona? Ja, dat is wat ik had. Nou, dat vond ik gisteren ook, hoor. Ja, dat is leuk.
Ja, leuk dat je top. Hey, fijne dag. Doeg. Doei doei. Nee, jongens, dat hoort er ook bij. Chris, kan je er al aan wennen of niet? Ja, het is niet, zo, het is niet mijn ding. Ik vind het wel leuk. Massel. Daar gaat je shot. Daar gaat je shot. Sure. Nee. Loop jij maar eerst. Welkom. Hoi. Hey, Robin. Welkom. Ja, dank je. Leuk. Ah, ja, thanks man. Waar kom je vandaan? Den Haag. Van Den Haag? Ja, Dave. Ja, Dave. Hoi, Robin. Ja, lekker man. Dat is in deze richting. Ja, dat zei. Volgens mij, was het met jou? Bijna. Was het met jou? Ja, met jou. Tof. Ja, de dope video door die laatste man van, hoe heet dat ook weer, programma? Van RKZ? Nee, dat de lifestyle programma. Oh, puur luxe. Ja, dat was nice. Ja, dat was nice. Heb je deze al gezien? Heel erg nice. Dat is ook nice. Echt gaaf. Laten kijken. Ja, vet. Dit is epoxy. Ja. Dus dit is epoxylaag. En dit is allemaal bladgoud, 24 karaat. Vet zeg. En tekst erop. Ja. Dus ik heb allemaal ja, geheime dingetjes erin verwerkt, zeg maar. Hier heb je natuurlijk goudstaven, natuurlijk oude ja. Storm value, zeg maar. En alles is, zeg maar, heeft te maken met goud. Dus dit is de golden ratio. Nou, hier heb je een Rolls Royce dingetje. Je kan in het zilver, maar ook in het goud. Dus ik heb allemaal kleine stukjes goud erin verwerkt. Nou, dit is een Daft Punk, een beetje een vergouden helm natuurlijk. Dus ik heb ook expres goud gedaan, maar overal is zeg maar zijn fragmenten. Bitcoin. Ja, alles is zeg maar fragmenten van goud, maar echt de Bitcoin heb ik gewoon het meeste goud in verwerkt. Vet, ja, dit is nice. Dit is nice, hè? Ik kan even uitleggen. Ja, dit is natuurlijk Wolf Wall Street, dat weet iedereen natuurlijk. Ja. Maar al mijn kunst heeft allemaal te maken met pop art, dus allemaal dingen die zeg maar die ik vet vind. In mijn leven van films tot series, nou, crypto, vrouwen, alles komt een beetje voor. Nou, hier heb je Stormtrooper van Star Wars. Ja, dat zal je niet zeggen. Super ding. Ja, dat zal je niet zeggen, maar ik ben echt een Star Wars fan. Ja, Chris ook. Ja, ja. Ja. Nou, hier heb je natuurlijk Monopoly, dat is natuurlijk ook met kapitalisme te maken. Nou, hier Batman, schets. Ja, hier Amsterdam heb ik uit nou, Bitcoin. Hier een dollar, en die dollar is zeg maar geschetst. Dus eigenlijk wat het is, is weer net als dat, een verhaal van oude geld, bij wijze van spreken. Ja. Nu is het geld wat we kennen, is het nog, maar ja, ik geloof in crypto wat er nu aan het gebeuren is, dat ook natuurlijk door corona, natuurlijk dat steeds meer winkels zeggen, liever niet met contant. Dan denk ik van, dat is eigenlijk een soort van klein bruggetje naar waar we heen aan het gaan zijn. En voor de rest zijn het allemaal ja, heel veel foto's die ik heb gemaakt, die zijn niet verwerkt. Dus dit zijn allemaal kranten en posters die ik door Amsterdam zie. En daar maak ik een foto van en die verwerk ik dan digitaal in mijn kunst. Heel dik. En dit was een poster, dit zijn twee posters van de Overtoom. Dat zie je in de straat, een grote straat in Amsterdam. En die heb ik erin verwerkt. En hier staat Ratio Standards and the Universe Will Meet You There. Dus met andere woorden, zet hoog in. Dat moet altijd. Ja, dus toen ging ik echt alles wat ik, dus wat ik zei wat ik vet vind, gooide ik. Het is ook een van mijn eerste werken. Ja. Gooide ik van alles op. Ik dacht, Playboy, ik gooi Playboy erop. Ah, Dom Perignon vind ik leuk, gooi ik erop. Ferrari, mooie vrouwen. Dit zijn verschillende. Allemaal briefjes. Briefjes. Ja, ja. Graffiti, weer Batman, Marilyn Monroe. Bitcoin, dat was ook het allereerste kunstwerk waar ik Bitcoin toen in had verwerkt. En dit was ook het moment dat hij echt ging blowen, zeg maar. Ja. Dat Bitcoin echt continu, ja, de bullrun was zeg maar best wel begonnen inmiddels. Dus toen ging ik eigenlijk in deze stijl door. Super nice. En ik heb twee stijlen eigenlijk, een beetje het zwart-witte ja. En het kleurige, zeg maar.
En mijn allernieuwste stijl is nu dat ik hem probeer een beetje... Ja, een beetje de 3D. Ik hou ook van champagne zoals je ziet, dus mooi hè. Ja, alles wat te vieren. Dus dat is een beetje wat ik nu ga doen. En binnenkort heb ik nog meer van dat soort werk die uit gaan komen. Nice man. Ja man. Zo, nou het was een welbewogen dagje denk ik zo. Jazeker. Super tof schilderijtje. We hebben jullie vandaag lekker meegenomen in deze dag. Wij vonden het in ieder geval heel erg tof. Vond jij het ook heel erg tof? Druk sowieso even op duimpje. Rankt de video voor ons weer wat hoger aan YouTube. En vind je dit soort content gaaf? Abonneer sowieso even op ons kanaal. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters.